Hi, ik ben Marjon Bloemkolk van de ATPI. Wij zijn een zakelijk reis- en evenementenbureau. Daarmee zijn we waarschijnlijk een beetje de vreemde eend in de bijt op de Reiswerkstudenten Challenge. Want als wij aan reizen denken, denken we niet aan zon, zee, skiën, ontdekkingsreizen, relaxen en genieten. Maar denken we met name aan het reisbudget van onze klanten, de kostenbeheersingsplannen, speciale voorwaarden die ze hebben binnen een bedrijf, reizigersveiligheid en het behalen van de commerciële doelstellingen van een bepaalde reis. Net even iets anders. Is het daardoor saai? Zeker niet. Wij zitten met dezelfde uitdagingen, denk ik, als in de leisure voorkomen als het gaat om de technologie in de dienstverlening. Wat voor rol heeft de mens versus de technologie? Ik heb net het filmpje gezien van Google Duplex en zelfs de chatbot heeft straks empathie en inlevingsvermogen en kan zich aanpassen aan de vragen en de onverwachte situaties van een klant. Spannend dus, want wij zijn een bedrijf met meer dan 150 mensen, 2200 mensen wereldwijd. Dus ja, je zult begrijpen dat daar over nagedacht wordt hoe wij als mensen straks nog het verschil maken, of nu, morgen het verschil maken in de digitale wereld. Daar gaan wij onze challenge ook op baseren, straks in Ibiza. Volgende week vertel ik daar meer over en ik vind het heel leuk om jullie straks te ontmoeten en hoop op een mooie samenwerking.